Goedemorgen mensen, zijn we weer. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En het is vandaag mooi weer, maar wat vliegt de tijd. De tijd gaat echt snel. Maar het is meestal zoals je het naar je zin hebt. Maar we gaan er nog het beste van maken. We gaan nog genieten voor onze laatste paar dagen. I know that they listen to the we with the chef. De planning van vandaag is, we gaan richting Aventura Mall. Dat is een van de populairste winkelketens hier ook. En het is vandaag de 4th of July, dus ja, je weet al, sale en dat soort dingen. Dus de dames willen graag aan naartoe. Ik vind het niet erg, want we samen met Rico. Ze kunnen zelf ons eigen gang gaan. We hoeven niet te wachten op de dames, want je weet hoe dat gaat. Dan gaat het lang duren. Dus wij gaan gewoon lekker onze eigen weg. Lekker chillings daar ook. Misschien als ik iets tof zie, neem ik het mee. Ik wil maar heel zacht. Blij hè, zijn jullie? Jullie zijn blij hè? Shopping mall. Waarom is het vandaag voor de vrij? Waarom niet gisteren? Vandaag is het weer. Ja, vandaag is het mooi weer. Ik kon eigenlijk een strandje pakken. Hé, ze zijn blij hè? Ja, ze zijn blij. Gevaarlijk. Ik denk dat het wel een 8 uurtje wordt. Ja hè? Ga gewoon ons eigen weg. En hoe laat is het nu? 11 uur. Ja, hè? Zeg het dames, zien jullie later. Je hebt. Sweaty boy. Nu al. Hè? Pablo. Pablo Escobar. Hij lijkt op Pablo. Doe hem maar. Op. We zijn met de Cheesecake Factory. En eigenlijk wil ik een heerlijke cheesecake, maar we worden nog niet ontbeten. Het is al 1 uur. Dus ja man. Je bent op je salade, hè? Ja man, vandaag een beetje. Konijntje. Ja man. Ja, man. Is niks voor mij, man. Is dat gezond? Zoom even in. Is dat gezond, ja, meid? Is heel wat anders dan Jumbo. Ja man, zeker. Maar moet proberen toch? Ik kan alleen maar dit soort dingen eten. Ja toch, maar dit is lekker. Kijk hier wat ik eet. Lekker, ja. Dat nog niet ontbeten, we gaan eigenlijk lunchen gewoon. Het is 1 uur. Kip. Jullie zijn ook gezond. We zijn net klaar met hun fotoshoot, selfie shoot. Dus nu gaan we eten. Eet smakelijk. Dank je. Eet smakelijk. Hè? Cameramanki. Masaki. Cameranesi. Cameranesi. Hè? We wachten op de dames. We hebben alles al gezien, dus wij zijn klaar. Hè? Ja, en nu gaan we die cheesecake eten. Of niet? Huh? Cheesecake met een beetje. Je om moet ook kijken daar. Ja? Doe jou wat doek hoor. Je om hoor. Nieuwsgierig toch? Nieuwsgierig toch? Dat moet ook op internet komen. YouTube? Nee, boy. Huh? Blijf je niet, man? Wel. Of een medium? Nee, gewoon nog op de eten. Lekker? Klein stukje, man. Je hebt cheesecake Oreo. Lekker. We zijn dus al een tijdje terug, maar zoals jullie hebben gezien, heb ik niks voor mezelf kunnen scoren in de mall. Dus ik ben maar een beetje wezen surfen op het internet. Ja, surfen toch? Surfplank dingen. En normaal ben ik niet van het internet shoppen, maar omdat ik niks heb kunnen scoren, ben ik maar gaan forceren. Dus ik heb een paar items gewoon gevonden. En ik zocht ze al een tijdje. En ik heb ze gewoon gevonden. Een paar items van day 2. Maar ik ga nog niet laten zien wat precies. Pas als ik het binnen heb, kan ik laten zien hoe of wat. En ik weet niet eens of het wel de juiste maat is en dat soort dingen. Daarom haat ik internet shoppen, maar ik kon niet anders. Dus wanneer ik het binnen heb, laat ik jullie zien wat het is allemaal. En laat ik meteen weten of die maten goed zijn. Anders moet ik het gaan retourneren. En die is van ja. Ik ga denk ik even laag. Al moet ik nu gaan douchen, omkleden en shit. Maar ik ben een beetje moe, dus ik wil even opladen. En dan gaan we avond eten met de anderen. En voor de rest weet ik niet wat de planning is. Misschien willen ze weer vis oppakken, ik zie wel. Ja, ja. Ik pas me gewoon aan. Good to go. Zometeen is er een vuurwerkshow. Dus we moeten even kijken waar we kunnen gaan eten. Heel veel eettenten zijn eerder gesloten. Dus de vraag is, kunnen we nog lekker gaan eten? Hey, gevaarlijk man. We hebben een nafie aangedaan. We gaan een eetplek zoeken. Maar we zijn ergens in de ghetto beland. Alles is donker. Hou op man. Dat is het probleem. Vertel ze hoor. Zo'n man voor je waggie staat, is klaar. Met de gano. Hey, geef een beetje gas voor de gein. Gas voor de gein, we gaan gas voor de gas even. Moet weg! Koud hoor. Hey, hier is het ergens man, Ninja. Hier kom ik nooit meer, ik kom van die kant. Hij geeft aan over 100 meter zijn we. Het is donker man hier. Hey, we zijn nu bij de Mexicaan. Ja, ja, niet voor wat ik had verwacht. Poco, ooie.
anders. Totaal niet Mexicaans, maar het heeft me ook verrast. Die verrast me werkelijk. Quesadilla. En het was wel lekker. Best wel tof. Top toegeven. Hierachter is er een pizza. Ik weet niet hoe het was, maar mijn maag zit wel vol. Dan kijken wat we zo gaan doen. We zijn weer thuis en wauw, ik was verrast. Aangenaam verrast van die Coyo Mexican Eetcafé, a.k.a. Club daarachter. Want we waren dus gewoon aan het chillen, eten. En eindstand is achter een deur. Gewoon een visa daar. Dus we gingen even checken, zoals jullie kunnen zien. En pokkers waren goed. Had ik niet verwacht, totaal niet. Dus het was weer een geslaagde avond. Maar geslaagde avond betekent meestal ook zware avond. We moeten morgen weer vroeg opstaan. Tenminste, we moeten niet, maar we willen optimaal genieten. Dus we gaan morgen weer vroeg opstaan. En het wordt Thai. Goedemorgen mensen, daar zijn we weer. En voor de mensen die nu pas inschakelen of het nog niet wisten. We zijn in Miami. Ja, ja, we zitten nu in de auto. We gaan even Ricardo en Gisela ophalen. En dan gaan we eerst echt ontbijten. Ik weet niet precies waar. En daarna zouden we lekker chillings op het strand. Wauw, wel belicht. Komt er het tegenlicht of zo, maar nu ben ik weer te zien. Ja toch. We zijn een beetje laat zoals altijd, zoals jullie me kennen. Maar als we niet laat waren, zou ik mezelf niet zijn. Dus we gaan snel hun kant op, want volgens mij staan ze al buiten. Voordat ik straks op mijn kop krijg, voordat ze me gaan baden. Moet ik zeggen, je moet me niet schreeuwen. Oké, leuk, leuk, leuk. We gaan snel doen. Dat kan ook nog. Heel vaak zijn ze zelf nog niet klaar. Maar dat is goed, want dan zijn we beide een beetje te laat. Maar ja, lekker relaxed. Het is vakantie. No worries, het is vakantie dus. Mandaro heeft balans. New balance. Kijk, we zijn weer herenigd. Hè? Herenigde Staten. Samen met Pablo. Amang. Pablo. Cheers, Pablo. Escobar. Ja, Colombiaan. Dames voor. We gaan nu eerst richting Nieuwscafé. Lekker ontbijten. Tenminste lekker, ik weet niet of het lekker is. Moeten we eerst zien natuurlijk. Maar die ei op vorige keer was een goeie, of niet? Zeker. Lekker. Beter gaan we daar weer binnenkort gaan. Wel een bom calorieën, hey. Maar was goed. Was goed. En we zitten bij Nieuwscafé. En vandaag doen we gezond. Hè. We gaan voor die tuna. Tuna salad. Is altijd veilig, toch? Altijd veilig. En zijn vrouwtje. Altijd veilig. Tuna. We eten tuna, een bruin brood en een beetje ijsbergsla. Gisela komt ook eng. Zij neemt altijd die lekkere dingen. Niet ik ben gewoon weer te twijfelen of ik dit wel had moeten kiezen. Mag wat delen. Ja, dankjewel. Manon ook, tuna salad. Allemaal ook. Ik dacht, ik kan niet onderdoen. Beetje gezond vandaag. Of vandaag, alleen dit keer. Lata oplommen. Ik ben met Pablo. Consequenties. We gaan natuurlijk weer het lekkere water in. Pablo is al daar in de verte. Hij is ver, ver gegaan. Pablo is gewoon Rico natuurlijk. Maar hij lijkt op een Colombiaan met zijn nieuwe zonnebril. Mensen denken hij is Latino of zo. Dus zijn nickname is Pablo. Ai, ai, ai. Ik ga
droog, droog. Hey, golven man. Kijk, dit Volkswagen volle bier ook. Kijk hier, Pablo Gui. Ja, wel. Lekker hè? Ja, voor koelen. Afkoeling, wat is je zonnebril? Echt? Wat is je zonnebril? Even daar gelaten. Misschien ga ik hem ook even afdoen. Ja, goed. Kunnen we even een duik nemen toch? Jette, nu kan ik niet duiken. Nu moet ik mooi boy doen. Hey, Paolo. Ga terug man. Hey. Now she's the man, 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 now she's the man. Zij had mij verlaat, zij had mij verlaat. Zij wou niet met me praten, niet met me praten. Ze ziet wat om maat, ze ziet wat om maat. Denk ze terug aan die dag. Oké, we waren dus gewoon rustig aan het balie. Bal overschieten. Opeens komt er een guy van, hey, kom niet naar Ricardo. Zei, hey, ik dacht dat je mijn broer was, man. Uiteindelijk komt zijn brother later erbij. En nu zijn ze gewoon matties, gewoon echt lookalikes van elkaar. Kijk daar, twee biggie matties. Bradas. Bradas, hè? Brothers, lookalikes. Get closer to each other. Take a picture, take a picture. Bradas, hè? Oh my god. Big brothers. They look like each other, right? Oh my god. Get closer, get closer, get closer. Hey boy. Chocola, chips, candy. Lekker jumbo. We zijn weer terug in ons appartement. En ja, we gaan vandaag eindelijk zwemmen in onze pool. We zijn hier al een weekje, maar we zijn nog niet eens bezig zwemmen hier. Schandalig. Kijk die andere beneden. Ze zijn daar al. Chillings gewoon. Pakkaji. Hè? Jumbo. Jette. Ik moest weer naar boven, want ze hadden dorst. Ze hadden droge moffel, droge mond. Dus ik ging even snel drinken halen en dan gaan we nu ook naar beneden toe. Let's go. Ik weet niet of jullie is opgevallen, maar in mijn vorige vlogs, vorige 3-4 volgens mij, heb ik geen oorbellen in. Waarom? Ik ben gewoon kwijtgeraakt in de zee. Ik kon ze niet meer vinden. Gewoon spoorloos, net Natalie Holloway. Zang. Nee, ik mag eigenlijk geen foto's daarover maken, Svaya. Maar ja. Ik voel me nu meteen zo kaal, net als Samson. Ik weet niet of jullie die verhaal kennen. Hij had zijn haren verloren, hij deed geen kracht meer. Zo voel ik me. Alsof ik geen kracht meer heb. Maar ja, te veel gelul. Dus nu gaan we snel naar beneden. En ik wil ook nog een duik nemen. De zon is al weg, zag ik. Het is wel fijn, ja. Hopelijk is het water niet al te koud. Want anders ben ik weer snel eruit. Laat ik kijken of ik sleutels heb, voordat ik het vergeet. Ik kom er niet meer binnen. En dan ben ik... Fire. Sleutels heb ik. Drink heb ik. So let's go. En daar zijn we dan bij ons zwembad. Kijk hoor, kijk die man daar. Pablo. Pablo. We zijn aan het chillen daar. Huh? Mooi? Mooi, verwarming. Je hebt koud hè? Kijk hier. Onze kromme Wijoyo. Huh? Gisela is er ook weer. Even een lekkere duik nemen. Jetze. And we are ready for the night. Ja. We gaan nu even Argentijns eten. Hopelijk is het Argentijns lekker hier al. Lekkere biefstuk of zo. Van ribeye. Even checken wat ze hebben. Het is op loopafstand, dat scheelt alweer. Want we gaan het niet te laat maken vandaag. Morgenochtend gaan we vroeg weg richting Key West. Dus ja man, stelletje fitte mensen hier al. Crossfit. S'avonds laat gewoon nog. Ja. Mag ook wel toch hier. Miami, beach. Mooi weer. Moet je er goed uitzien toch? Stinkende, sweaty mensen. Iedereen achter.
allemaal hulp. Wow, kijk dan, ze loopt met ballen alles. Ballen. Ik loop ook met ballen. Kijk, ze dressed up wij hoor. Clean. Nee. Probleem, Guy. Fresh hoor. Fresh, jullie zijn beide fresh. Fresh. Hè? Hou op, man. Wit beige. Zelfde combi. Als ik. Eng hoor. En eten is geserveerd. En ze zijn snel. Sneller dan Jelle. En waar eten we? We eten een ribeye. Met friet. Jij bent gezond. En waar eten we? Novecento. Novecento, kill. Zoete aardappel. Messi. Je weet zelf, nummer 10. Messi. Missende penalty. Ben je vergeten? Penalty. Penalty. Messi. Finale gemist? Nee. Ja. Nee. Gisela ziet er ook lekker uit. Je hebt iets anders, hè? Iets met chimichurri saus. Met friet. En Manon heeft, zelf als ik, maar met zoete aardappel. Ik natuurlijk weer met patat. Het eten was lekker. Nu zijn we weer terug. Ik heb mijn maag vol gegeten. Ik ben kapot. Ik ga nog wel even lekker laag op het bed tv checken. Manon moest nog een paar dingetjes doen, dus even timeren. En dan gaan we heerlijk slapen. Morgen gaan we richting Key West. Dus best wel ver rijden. 2 tot 4 uur. Even kijken tot hoe ver we gaan. Het schijnt heel mooi te zijn qua stranden en zo. Dus vandaar dat we vandaag niet zo laat maken. En daarmee ga ik de vlog afsluiten. Natuurlijk zijn we nog niet klaar met vloggen. Morgen gaan we weer verder. Dus mocht je benieuwd zijn hoe of wat, check het morgen verder even. Tjo tjo. Laters. Hey boy. Amang basi. Hé? Amang basi. Pizza.